Ik ga vandaag voor het eerst mijn nieuwe Avid tent opzetten. Het is een 2-persoons HQ Eurodome. Het schijnt een enorm apparaat te zijn. Ik ben benieuwd. In tegenstelling om het eerst eigenwijs te gaan proberen, ga ik eerst de gebruiksaanwijzing maar eens doorlezen. Zo, de eerste zak is uitgepakt. Daar zit een tent in. Wat sidebars en haringen. Ik kom er nog niet helemaal wijs uit, maar dan gaan we vast zien als we de tweede tent uitpakken. Even kijken. Zo, ik heb de tent nu net uitgevouwen. De eerste haringen achterin gedaan. En opgezet, zoals je ziet, staat hij nog verre van strak. Dat ga ik nu doen, door middel van de haringen en de tension bars. Zo, de tent staat. Het was even passen en meten, maar hij past op de stek. En wat een ongelofelijke zee van ruimte. Ik heb nu 1 tas uitgepakt. Ik heb nog een 2e tas staan. Dus ik ben heel benieuwd wat we ermee moeten gaan doen, maar we gaan het zien. Zo, ik ben aan de binnenkant van de tent. Een enorm ding zoals je ziet, en in de tent komt dus nog een binnentent die heel eenvoudig met haakjes vastklikt. Het is misschien op de camera wat lastig te zien, maar hier krijg je straks makkelijk 2 stretchers in. En je hebt dus een dubbel grondzeil. Super ideaal als je langere sessie in Frankrijk verblijft. Dus het duurt even met opzetten, maar dat is de tijd absoluut waard. Met de overwrap en al, de 2-persoons HQ Euro. Van Everett. Echt een loeier van een tent. Geweldig voor een weeksessie. En ik zie er nu al naar uit om hem de hele week te gaan gebruiken. Dus de tent staat, dus tijd voor de hengels. Dit is het voorgedeelte. Deze zijden zijn ook uit de ritsbaar, zoals u kunt zien. Ik kan een perfecte deur van maken. Aan de andere kant hetzelfde. Hier de entree naar buiten. De grond heeft een degelijk grondzeil. Zoals je hier ziet, dit is het slaapcompartiment. Eenvoudige klipjes vastgezet aan de bovenzijde. Moet je de deskbank dat uitlaten. Ik heb nu maar 1 stretcher in het slaapgedeelte staan. Zo, de week vissen op Filodon zit er bijna op. En ik heb een week mogen vertoeven in de Avid HQ Euro Dome. Dat is echt een enorm apparaat. Ik heb er in mijn eentje in geslapen, het is een 2-man. Maar ik denk als je de hele familie meeneemt dat het nog ruim past. Echt van genoten. Super ding als je gewoon een lekkere lange sessie aan de waterkant verblijft. En het grote voordeel is, ik heb die van mezelf. Ik heb ook nog een extra versie opgestuurd gekregen. Dus we kunnen er eentje weggeven. Doet u mee? Heel simpel. Even uw naam en e-mailadres invullen. En dan maken we over een paar weken de winnaar bekend. Doe het dus. Wie weet vist u uw volgende sessie erin.